We volgen de intense sneeuwval vanaf vannacht 3 uur hier op de kaart. Dat schuift dus hier zo vanuit het oosten binnen. En dan raakt dat zowel nog de zuidkant als de noordkant. En zit het westelijk Alpengebied duidelijk in de neerslagschaduw. Je ziet ook een soort golving daarin. Dan kan er een gebied zijn zoals Vorarlberg, zagen we minder sneeuw. En Oost-Zwitserland weer meer sneeuw. Zie je de Franse Alpen weer minder, maar hier in het Centraal Massief weer meer. We gaan kijken hoe het verder loopt. Klik hier zo eens doorheen. Nou, dit is allemaal nog die sneeuw uit het oosten. Dan de loop van zondag wordt er een noordstouw. Je ziet hier de isobaren komen hier verticaal te liggen. En we zien de stuwing tegen de berg doorgaan. Dit is dan maandag. En dan wordt de bewolking dunner. En is er ook meer uitstraling, zeker s'nachts. En dan worden dus die hele koude nachten min 20, min 15 in de wat lagere dalen. Dan blijft die noordstuwing dus doorgaan. Dan zie je dinsdag, er blijft sneeuw op zitten. Rode puntjes zijn sneeuwbuien. En roze is meer een stratusachtige sneeuwval. En kijk eens wat daar linksboven dan gebeurt. Komt weer regen binnen. Sauerland, klein beetje sneeuw, de Duitse middelgebergte. Nederland natuurlijk gewoon geen winter. Regen, buiig weertype uit het noordwesten op dat moment. En dat slaat daar dan donderdag binnen. Dat is ook, daar zit warmte op hoogte. Dan zie je dus boven de 1500 meter temperaturen stijgen. Maar in de dalen zie je op dat moment gewoon de kou nog volledig in stand. En dat zet hier ook op vrijdag door. Dan komt eigenlijk al het volgende front er tegenaan. Dit is zeg maar de maandwisseldump waar we het dan over hebben. Het is inmiddels zaterdagochtend hier. En daar zit weer in Nederland dikke, dikke regen. Maar Sauerland, de Eifel, kunnen daar al sneeuwbuien in zitten. En je ziet wat een paarse toestand dat hier wordt. Met gewoon dikke sneeuw. Zaterdagavond. Dan gaan we richting nacht op zondag. Het blijft een beetje stuwen uit het noorden. En dan zien we zelfs nog een volgend frontje komen. Dat is dan inmiddels in de nacht op maandag. Maandag 2 december. En veel verder willen we in het weermodel ook niet kijken. In deze prognose zie je een stukje opwarming, een stukje westcirculatie hier weer opdoemen. Je ziet dat hier aan dit regenfront wat hier zo Polen binnentrekt. Maar dat is echt ver buiten beschouwing. Ik zou zeggen, super tof, gewoon die aanhoudende sneeuwval nu tot 1 of zelfs 2 december aan toe.